Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed dat jullie er zijn. Burgemeester Goodway, Chicoletta, de Turbots en Danny. Het is Turfal, Danny X. Zitten hoog in de bergen, diep in de problemen. Sky, jij moet de ultieme copter besturen. En jij stuurt de pups op deze missie aan. Ja, deze ultieme pup gaat vliegen. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Rocky, gebruik je grijper om Danny te bevrijden. Rebel, parachuteer naar de Turbots en wacht daar op de kabel. Toffe parachute! Grijper! Ja! Hoi jongens! En op naar de ultieme copter! Woehoe! Dit is zo extreem! Hoera! Oh, nee! Nee, mijn boot gaat vallen! Sky, de boot van burgemeester Goodway beweegt! Marshall, Zoop, jullie moeten de burgemeester op het platform tillen. Oh, ik glij weg! Boy! Ik heb hem! Mooi werk, Pups! Oh, wat een mooie foto's! En wat een geweldig uitzicht! Dankzij Sky en de Pups. Als je omlaag valt terwijl je omhoog wil, blaf dan om hulp! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer! De Gromgromclub heeft de burgemeester uit zijn grot gegooid. En boven op een klif? Dat klopt, Rocky. Dus voor deze missie selecteer ik... Marshall. Ik ga vlammen! Motostijl! En Rubble. Rubble is aan de motorrol! Oké, Paw Patrol is niets te doen! We zijn er, burgemeester Handlinger. Marshall, help hem omlaag. Rubble, haal die steen weg. Gewoon kalm blijven, burgemeester. Dan bent u zo weer beneden. Oh, wat hebben ze gedaan? En ze hebben mijn katjes. We halen de katjes terug. Wildcat, kom snel naar Boerengat. Hey! Ik ben klaar voor een wilde rit. Jongen, hij is wel echt snel. Yep, rollen maar. Jullie zijn erbij. Zo is het wel weer genoeg geweest. Waar zijn de katjes? Daar beneden. Geen zorgen. Chase, Rocky. Chase zit er bovenop. Groen is gaaf. Ik ben een Ryder. Ruff, zipline. Ik kan de tita aanzien. Ontkoppel! Rocky, je krijgt een pakketje. Hebbes! Yes! Wanneer uw katjes vermist zijn, belaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De Slingerzandsneltrein reed vreemd genoeg voorbij het treinstation. We moeten hem inhalen en uitzoeken waarom hij niet is gestopt. Dus voor deze missie wil ik Sky. Deze pup gaat vliegen! Oké, Paw Patrol is niets te dol! Daar is hij! Klaar, Sky? Ik sta klaar, Ryder! Rocky, gebruik je röntgenscanner om in de locomotief te kijken. Zal ik doen, Ryder. Er is niemand aan boord. Geen wonder dat de trein zo voorbij raaste. Hij wordt niet bestuurd. Ryder! Ik doorzoek het gebied alvast vanuit het luchtruim. Kun je iets vinden, Sky? Daar verderop is iets. Het zijn de passagiers. Ze zitten daar te schuilen. Wow, maar de slingerzanden hebben stenen en rotsblokken laten rollen en die blokkeren nu de weg naar de hut. Het zijn wervelwinden, een soort draaiende zandstorm. Wow, die wervelwinden zijn sterk. Rubble, als we daar aankomen, lanceren we jouw wagen om de stenen weg te halen, zodat de passagiers veilig naar de Paw Patroller kunnen.
water. Oh-oh! Wow! Oh, nee! Ah! Go mee! Phew, we zijn gered. Niet duwen, alstublieft. De Slingerzand sneltrein is klaar voor zijn volgende rit. Dat is heel goed nieuws, Rocky. Ryder, Babs, dank je wel voor het redden van de trein. Geen probleem. Niet vergeten, als alles begint te draaien, blaf dan om hulp. Vlieg de wereld rond in mijn luchtballon. Want reizen en ontdekken, dat rijk mijn hand niet voor om. Waarheen ik ook ga, is waar ik ben. Leven is een cadeau. De Tour and the Travis. Reis mee met de Tour and the Travis Show. Ah, wow! Een zeemeeuw. En dan noem ik je voortaan... Zekaletta. Zekaletta, daar is het. De Noordpool. Maar zonder sneeuw? Hoi, Tracker. Wat is er? Kijk! Wat een winterwonderland! Dat is Zekaletta. En Travis. Yes, en hij denkt dat hij op de Noordpool is. We komen eraan. Robohond, vlieg naar de jungle. Hallo, Ryder. Hij is daarboven. Hou vol, Travis. Wij helpen je wel. Ryder, wat doe jij nou weer helemaal hier op de ijskoude Noordpool? Chase, jij moet je net lanceren om Travis en Zekaletta in op te vangen. We gaan je uit de boom halen, Travis. We moeten snel zijn, kijk. Dit avontuur blijft maar geweldiger en geweldiger worden. Chase, lanceer je net. Ruff, net. Wauwie, waar is de spin die dit web heeft gemaakt? Die is vast gigantisch. Nou, dat was mijn bijzondere bezoek aan de Noordpool. Helaas heb ik afscheid moeten nemen van mijn trouwe metgezellin, Zekaletta. Maar ik heb een nieuwe. Waarheen, Mendiretta? De schermridders klaar voor actie, Ryder, meneer. We moeten Sweetie van Sparks afhalen. Help! En de baan repareren. Dus voor deze missie wil ik... Sky. Deze ridderpup gaat vliegen. En Rocky. Groen is gaan. Oké, ridderpups is niets te dol. Wat goed dat jullie zo snel terug zijn, beschermridders. Sky, heb je al iets gevonden? Tot nu toe geen draak en geen Sweetie. Blijf goed zoeken en meld je hier zodra je iets tegenkomt. Wat doen we met deze paal? Ik heb wel iets om het mee te maken in mijn wagen. Weggooien? Tuurlijk niet! Goed gedaan, Sir Rocky en Sir Rubble. Sky, heb je onze draak al gevonden? Ik zie Sparks, maar hij is zo wild dat ik niet dichtbij genoeg kan komen om Sweetie te pakken. Probeer hem af te leiden, Sky. Mag ik die misschien even lenen? Dank je! Sparks, dit lijken wel twee enorme marshmallows. Kom maar halen! Ryder en de beschermridders voor het redden van het toernooi. Geen probleem, hoogheid. Wanneer een slechte ridder de boel verpest, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Handlinger heeft Katie's dierenwasmobiel gestolen. Oh nee! We moeten hem terughalen. Dus voor deze missie kies ik voor... Chase. Chase zit er bovenop. En Rocky. Groen is gaan. Oké, Paw Patrol is niks te dol. Hou jullie vast, toere kittens.
Oh, wat nu weer? Katie's dierenwasmobiel is daar. Ik heb niet al die moeite gedaan om nu op te geven. Kittens! Oh, de kittens van de burgemeester vliegen weg. En het wordt nu nog erger. Moet je die wasmobiel zien? Al die zeepbellen kleven aan de onderkant. Rocky, jij redt de kittens. Ik bel je later. Ik moet de daalknop zien te vinden. Vang hem op, Chase. Ruff, net. Nee. Oh. Burgemeester Hamdinger, bent u oké? Ik zit onder de modder en mijn kittens zijn weggevlogen in luchtbellen. Maar, oh, mijn kittens! Niks aan de hand. Kijk maar. Volgens mij kan ik weer aan de slag gaan. Wauw, het lijkt wel alsof de hele stad in bad wil. Ryder, bedankt dat je mijn wasmobiel hebt teruggebracht. Graag gedaan, Katie. Als er een luchtje aan de zaak zit, belaf dan hem hulp. Zij loopt woestijn, zeelopers gaan mee. We zoeken naar een schatkist, die vind ik met een list. De schatzoeker voor daar, waarheen je zeewind en vaart. Yo! Oh, Ryder, goed je te zien. De kinderen zijn nergens te vinden. Wij vinden ze wel. Deze windzak wijst welke kant de wind op waait. En als we de richting van de wind weten, kan Zuma met zijn zeilervaring de kinderen terugvinden. Tijd om de zeilen te hijsen. Wow! Yeah! Oh, we zijn gestrand. Oh nee, het zeil! We moeten hem vastpakken en snel. Hou jij hem maar vast aan mij, Garlette. Hoe komen we hier weg? Geen idee. Ryder, daar ligt het scheepswrak. En de bemanning. Wow, hoe zijn ze daar gekomen? En hoe krijgen we ze weer omlaag? Oké. Julia, jij eerst. Ik ook, Chicoletta. Ik krijg ook kippenvel, maar het komt goed. Ryder, het waait steeds harder, waardoor de rots begint te wiebelen. Ik zie het, Sky. Ga maar een stukje achteruit. Ruff, kabelbaan. Maatjes, klaar voor een zeebonkende rit? Chicoletta wil wel. En ik ook. Ryder, bedankt dat je iedereen veilig terug hebt gebracht. Als je landpiraten verzeild raken in een zanderige zee, dan arrrr, je om hulp. Oké, welkom op het Paw Patrol reddingskamp. Wow, Sky heeft echt serieus vette spullen. Ze vindt het vast niet erg als ik het even pas. Woef, woef, vleugels! Helemaal extreem! Dit moet ik met de fans delen. Moet je zien, stuntfans. Deur van Danny X is net als Sky. Oh, dit is niet zo makkelijk als ik dacht. Ha, dat is leuk. Het is een mooie dag om te vliegen. Oh! Maar dat is Danny. Ik moet Ryder bellen. Misschien had ik Sky om vlieglessen moeten vragen voor ik haar pak aantrok. Wegwezen! Ik weet niet hoe dit ding werkt. Moet jij niet ergens een nest gaan bouwen of zo? Kijk, daar is Danny. En ik denk dat hij op de vlucht is voor een adelaar. Chase, hou je net paraat. Ik sta klaar om hem te vangen, Ryder. Ik heb die vogel afgeschud in de laatste wolk. Oh nee, dat wordt botsen! Chase, je net! Ruff, net!
dat was weer een bijzonder Deur van Danny X-avontuur. Sorry dat ik zomaar je vleugels heb geleend, Sky. Dat was een beetje te gedurfd. Zelfs voor mij. Het is al goed, Danny. Ik ben blij dat je in orde bent. Hey Marshall, wie zijn je nieuwe pupvriendjes? Een tweelingrider, echt superleuk. Ik ben Ella. Ik ben Tak. En wij zoeken de vogelvrouw. De vogelvrouw? Ik ben de meest super slechterik die deze stad ooit heeft gezien. Hoi burgemeester Goodway. Een vreemde vogeldame heeft onze schone auto opgetild en toen botste ze tegen onze mooie brug aan. De vogelvrouw. Ik ben bang dat die omvalt. We komen burgemeester Goodway. Megapups is niet te doof. Oh kijk Chicoletta, Mega Sky komt ons al redden. Ryder, burgemeester Goodway en Chicoletta zitten vast in het nest van vogelvrouw. We moeten iets anders bedenken, maar alle megapups zijn bezig. Ik weet welke pups ons kunnen helpen. Wij? Tijd voor iets groots! Wow! Goed werk, Mega Ella. Rubble, jij brengt Tak naar burgemeester Goodway. Komt in orde, Ryder. Deze lasers zijn een groot probleem. Ik ga er tussendoor. Het is al gelukt! Ik ga naar binnen. Wauw, dit is een super redding. Bedankt, Megapups. Nogmaals bedankt, Ryder en Megapups. Jullie hebben mij, Chicoletta en Avonturenbaai gered van de vogelvrouw. Geen probleem. Zonder de megatweeling was het ons niet gelukt. Pas op, neefje. Deze lens is schoon en schitterend. Dus laten we dat zo houden. Natuurlijk. Met deze mooie, glanzende lens wordt je vuurtorenlicht weer glashelder. Ah! En hij maakt ook grappige, gekke gezichten als je er doorheen kijkt. Laten we maar inladen. En dan nu op naar het eiland. Vite, vite. Snel. Dat ga ik dus niet doen. Ik rijd super zacht en traag, zodat de lens blijft staan. Wauw, kijk, die boomstam staat in brand. Ik kan maar beter even remmen. Oh, mijn remhendel zit vast. Nu kan ik niet stoppen. Ik heb hulp nodig. Oké, we gaan dat brand uitblussen, maar we moeten eerst die trein zien te stoppen. Goed plan, Marshall. Rubble, pak de trein met de zijtang. Dan trappen we hard op onze rem. Ik heb nog nooit een trein gevangen. Gaat! En nu remmen! Nu kunnen we gaan blussen. Woe! Waterkanonwagen! Goeie actie, Paw Patrol! Geen probleem! Graag gedaan! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? We hebben een missie in de bergen en we moeten snel zijn. Oma Otis de goudzoeker zit in een losgeslagen mijncar. We moeten hem redden en de car stoppen voordat hij ergens tegenaan botst. Dus voor deze missie wil ik Everett. Ik wil jou en je sneeuwkat. Gebruik je grijper en haal Otis uit de mijncar. Rubble. Het lijkt erop dat het karretje op de hut van Otis afrijdt. Jij moet met je bulldozer een grote bult zand maken om de kar tegen te houden. We zijn er bijna, Everest. Grijparm! De Paw Patrol! Uh-oh! Huh? Wow! Wow! Heb het! Goed gedaan, Everest. Oh, maar laat mijn klompje niet ontsnappen. Rubble, maak je klaar. Die mijncar komt jouw kant op. Hier is alles klaar, Ryder. Hoop ik. Klompje? Uh-oh. Everest, de goudklomp rolt de heuvel weer af. Klompje, ze komt terug. En
verplet ons als we niet uit de weg gaan. Marshall, kom snel naar de rivieroever aan de voet van de bergen. Hou vast, Oma Otis. Het is gelukt, Ryder. Maar nu is die beverfamilie in gevaar. Opschieten, Marshall. Spuit met je waterkanonnen de grond voordat je dier nat. Dan stopt de klomp in de modder. Doe ik. Ik ben de Paw Patrol ontzettend dankbaar voor het redden van het meest dierbare en bijzondere. Die goudklomp daar. Nee, mijn nieuwe vriend Maatje en zijn bevergezin. Paw Patrol is klaar voor actie, Ryder, meneer. Politiestijl. Zoals bekend waren de koninklijke katjes op weg naar Avonturenbaai. Waren? Wat bedoel je, Ryder? Ze zijn weg. We gaan alle pups nodig hebben om dit op te lossen. Chase, jij bent de politiepup, dus ik wil dat jij deze opdracht leidt. Begrepen. Chase leidt deze ultieme reddingsrace. Goed, ik wil dat jullie de nieuwe leden van onze Kitten Catastrophe Club een warm welkom geven. Waarom rijden we niet sneller? Oh, kom op, katjes. Er is geen tijd voor een dutje. En jullie hoogheden scheppen dus. Stop deze trein, burgemeester Handinger. Goed, ik doe het wel zelf. Burgemeester Handinger, stop niet. Ik heb een idee. Rocky, Sky, jullie moeten zo snel als je kan naar de voet van de heuvel gaan. Dan, Sky, gooi jij de spijkerband uit je kopter. Rocky, jij legt hem dan over de weg. Daar gaan we! De trein komt eraan! Val mij, zeg ik. Helemaal van mij. En waar is onze visite? Elizabeth, Henry. Welkom in ons vredige stadje. En nogmaals bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je ons nodig hebt. Laf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Tracker volgde een geluid vanuit de jungle en is toen verdwenen. We moeten Tracker opsporen? Dat klopt. Dus voor deze missie wil ik... Chase. Chase zit er bovenop. En Sky. Deze pup gaat vliegen! Oké, Paw Patrol is niets te dol. Dit lijkt me een goed moment om je drone te gaan gebruiken. Ruff, drone! Apen met reuzenvoeten? Grote hagen. Misschien heeft hij Tracker gezien. Sky, kijk of je die aap ziet vanuit je helikopter. Wacht, Ryder, ik zie ze. Grote hagen gaat er vandoor met Tracker. Oké, kan je dichterbij komen met je drone? Oei. Harnas. Thank you, Sky. Wat is er met grote hagen? Ik geloof dat ik hem met iets moest gaan helpen. Er is iemand in nood. Die kant op. Oh, er is nog een grote aap. Die zit vast in die put bij de ruïne. Daarom had grote harige je meegenomen. Je moest helpen om kleine harige te redden. Geen zorgen, my friend. We krijgen je hier heus wel uit. Wacht maar. Rocky, breng wat gebruikte planken van Carlos zijn boomhut. Weggooien? Tuurlijk niet. Klaar. Ja, laat hem maar zakken. Beetje te zwaar. Wanneer je ons nodig hebt, dan... Jan help! Alles is goed voorbereid, pups. We gaan echt een fantastische cowboydag vieren morgen. Ja, leuk. Oeh.
Volgens mij is daar iets aan de hand bij de biggen. Hé, ze slaapwandelt. Au, au, ik bel maar gauw Paw Patrol. Bedankt, Rubble. Hoe is het met je voet? Beetje modderig, maar verder goed. Ze is hier, Bubs. Rubble, pak die hooibalen om haar mee op te vangen. Daar gaat ze. Chase, ze rijdt op Chicoletta en Oscar af. Ik ga al, Ryder. Sky, tijd voor een vliegredding. We moeten haar weghouden van de ramp totdat Sky er is. Chase, klim omhoog. Muurlopers. Burgemeester Goodway, stop. Heb ik iets gemist? Ik had zo'n mooie droom. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Mooi. Want we hebben een sneeuwgeval op Zomerzonneiland. Sneeuw? Op een tropisch eiland? Ja. Meneer Porter en Alex zijn ingesneeuwd in de bergen. We moeten ze vinden en redden. Robohond, haal eerst de sneeuwkat op en vlieg naar Zomerzonneiland. Wat een mooie sneeuwschoenen, opa. Wat gaan we nu spelen? Het spel heet Glij terug naar het strand. Dat is een open plek. De Paw Patrol kan ons daar snel vinden. Oké, ik eerst. Wow, kijk opa, ik kan skiën. Pas op, Alex. Alex, we moeten langzamer gaan. Ik denk niet dat ik dat kan, maar het is wel leuk. Oh, we glijden naar een klif. Inzoomvizier. Ryder, ik zie Alex en meneer Porter van de berg afgaan. Maar het lijkt erop dat ze recht op een klif afglijden. Everett, ga met je sneeuwkat naar de voet van die klif en maak een groot sneeuwkussen. Snel. Komt goed. Daar is het warm. Dit is de beste winterkampeertocht ooit. Dankzij jou en de Paw Patrol, Ryder. Graag gedaan, hoor. Wanneer je vreemd weer hebt, blaf dan om hulp. Burgemeester Goodway? Ryder, de sleutel van de stad is gestolen. Burgemeester, ik wil aangifte doen van diefstal. Er rijden rovers op het strand. En ben je te museum? Burgemeester Goodway, kunt u met de andere getuigen de voertuigen beschrijven? Ze zagen er precies zo uit als jullie wagens. Maar wij gaan uitzoeken hoe het zit. Geen sleutel is te vermist, geen pup is te klein. Onze missie is de verdachte identificeren en tegenhouden. De dieven zijn met een sleutel binnengekomen en hebben toen de buit meegenomen. Dus degene die de sleutel heeft, communiceert met degene die de wagens heeft. Misschien kan ik meeluisteren. Ahoy, alle piratenwagens. Kom naar de geheime plek buiten de stad. Dat is Sid de Schavuit. Arr, hierheen. We kunnen nog ontsnappen. Jij bent alleen maar weer ballast, krapje. Ik heb deze nog. Ik kom terug en de volgende keer neem ik wel alles mee. Zuma, hou ze tegen. Kabelwerper!
hebben geen boot meer. Maar de sleutel nog wel. Waar is hij gebleven? Dank je, Ryder. Dank jullie, pups. Graag gedaan. En onthoud, wanneer piraten komen plunderen en stelen, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De katjes van burgemeester Hamdinger zitten in de clownsauto en ze rijden heel hard en gevaarlijk rond. Dus voor deze missie wil ik Chase. Chase zit er bovenop. En Sky. We gaan de lucht in. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Geen zorgen, katjes. Iemand anders komt jullie zo meteen redden. We moeten hem tegenhouden. Sky, laat Toodles op de auto landen. Ja, goed zo. Pak de sleutel. Heb je geen olie in je hoed om hem los te maken? Oh nee, het dak is te glad door al de olie. Het is gelukt! Goed gedaan, Toodles! Oh, mijn katjes, ze zijn veilig! Help! Rocky, Zuma, we hebben hulp nodig! Groen is gaaf! Ik duik erin! We moeten snel zijn! Hij gaat recht op het verjaardagsfeest af! Kijk uit! Burgemeester Hamdinger gaat zometeen mijn taart verpesten! Niet als het om mij ligt! Gedaan, Alex. Wanneer het geklown je iets te veel wordt, dan om hulp. Mega Pups, klaar voor mega actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zo snel zijn, Pups. We hebben een nieuwe slechterik in de stad. We weten niet wie het is, maar we weten wel dat hij superkrachten heeft. Wow, wie het ook is, hij is supersnel. En supersterk. Daarom wil ik voor deze missie Mega Rubble. Jij moet met je mega spierkracht de rails recht trekken. En Mega Rocky, jij moet met je krachtgereedschap het spoor weer snel repareren. Oké, Mega Pups is niets te doen. Wat heeft die superbandiet met de rails gedaan? Niets wat ik niet kan terugdraaien. Haley Daly is aanwezig en houdt je bezig met live verslag vanaf het avonturenbij treinspoor. Oh, die trein is dichterbij dan ik dacht. Rocky, zet het spoor in elkaar zo snel als je maar kan. Rubble, wij waarschuwen de machinist. Doen we! Stop de trein! Het spoor is kapot! Oh nee, ik hoop dat ik het kan stoppen. Megapups. U zag het bij Haley Daly. De Megapups hebben de trein gered. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, pups. Want wij moeten supersnel iets gaan bouwen. Onze aapstronaut kapitein Gordy is in nood. We moeten kapitein Gordy helpen om te landen. Dus ik heb een pup die nodig dat een landingsbaan kan bouwen. En snel. Daarom is dit een ultieme vakmannenactie. Wij staan klaar. Je kunt op ons rekenen. En onze eigen bouwexpert krijgt de leiding. Rubble. Met zijn ultieme bouwvakkerwagen. Paw Patrol is niets te dol. Oh nee, Gordy zou hier moeten landen. Maar er is te weinig ruimte voor het landingspunt. Het is te nauw hier. Waar het niet breed is, moeten we omhoog. Wat moeten we daarvoor bouwen, Rubble? Vertrouw me maar en volg mijn aanwijzingen op.
Eerst moeten we het oude landingspunt demonteren. Weggooien? Natuurlijk niet! Zuma, Morpho gaat in de grond! Red en Jace, jullie zetten de palen in die gaten! Oh, ik zie Gordy's ruimteschip! Het tempo moet omhoog! Kapitein Gordy rekent op ons! Rubble, dit is de stoerste landingsbaan ooit! Een dubbele Rubble spiraalbaan! Daar komt ie! Ryder, meld je alsjeblieft. Is Captain Gordy in orde? Hij is geland en hij is veilig en wel. Dank je, Ryder. Je hebt ons gered. Rubble verdient de meeste dank. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Fijn dat jullie er zijn, pups. Danny en Ace beklimmen de El Grande, maar kwamen te dicht bij een arend. Nu houdt de arend ze vast op de berg. Dus voor deze missie wil ik... Scar, jij kunt met je helikopter de arend afleiden, zodat hij Ace en Danny met rust laat. We gaan de lucht in! En spion Chase, jij kunt met je zipline Ace en Danny van de bergwand afhalen. Spion Chase zit er bovenop! Oké, Paw Patrol is niets te doel! De arend heeft nog steeds mijn selfie stick! Ryder, wat ben ik extreem blij om jou te zien! Deze arend laat ons niet met rust! Sky, zorg dat die arend weggaat! Ga ik doen, Ryder! Al is dat wel een grote vogel met enorme klauwen en een scherpe snavel! Kom hier dan, vogeltje! Kom maar, volg mij! Ik zie het al, je wil spelen! Je bent eigenlijk helemaal niet zo eng. Je wil gewoon lol trappen. Goeie move. Ace, Danny, hou vol. We halen jullie weg voordat de arend terugkomt. Chase, pak je zipline. Doe ik. Ruff, zipline. Kom maar aan. Vooruit, Danny. Nu is het jouw beurt. Gelukkig, je bent veilig. Echt wel. Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Mijn selfie stick. Bedankt, vogel. Zullen we nog een stukje klimmen? Echt wel. Oh. Ryder, we zijn blij om je te zien. Ja, wat is de verrassing? Rex. Hallo allemaal, ik ben Rex. Hoi Rex! Leuk je te ontmoeten. Welkom in Avonturenbaai. Dit zijn de leukste pups die ik ooit heb ontmoet. Eigenlijk de enige pups die ik heb ontmoet. Je kent niet één andere pup? Nee, waar ik vandaan kom ben ik de enige. Waar is dat? Dat is het andere deel van mijn verrassing. Gaan we weg met de Paw Patroller? Nee, hiermee. Oké, pups, stap maar in. Wauw! Fantastisch! Super mooi! Wow, wat is dat? Dinosaurussen! Welkom op de Dino-gronden! Dat zijn Triceratops en dat zijn de Velociraptors. Die zijn zo vet. Oh, dat zijn de Pterodactylussen. Ze lijken op vogels, maar wist je dat er vliegende dino's bestaan? Nee, maar nu dus wel. Kom, ik laat jullie de rest zien. Dit is mijn huis. Oh. Wauw, wat stoer. Ik woon hier bij Taylor en Dr. Turbot. Zij is de beste dino-dierenarts ter wereld. Dit is echt zo'n geweldige plek. Ja, kunnen we een rondrit doen met de Dino Patroller? Hé, hey, dat is een goede naam voor de bus. Naar de Dino Patroller. Verstoppertje spelen in de jungle is superleuk.
Oh, wacht eens even. We hebben Marshall nog niet. Where is he? Marshall, gevonden! Wow, jij bent Marshall niet? Een pinguïn? Nou, die kom je in de jungle toch niet zo vaak tegen. Ik wil ze knuffelen. Hier, pinguïns, pinguïns, pinguïns. Kom nou. En wat doet die grote ijsberg daar nou? Ik denk dat de pinguïns hierheen zijn gedreven. Dat is een keurige conclusie, Paw Patrol. Kapitein Turtles? Deze pinguïns zijn ver van hun huis verwijderd. We moeten Ryder bellen. Hoi Chase, wat is er? Ryder, we zagen 3 pinguïns in de jungle, maar nu zijn we ze kwijt. Geen pinguïn is te ver weg, geen pup is te klein. Rocky, ga naar kapitein Turbot en haal wat vis en haal je katapult. Groen is, ga vissen. Kijk, kapitein Turbot had een heleboel vis. Top, pak je katapult en gooi de vis zo dat de pinguïns naar kapitein Turbot lopen. Look at that, penguins. Het is etenstijd. Bedankt dat u de penguins terug naar huis brengt, kapitein Turbot. Ik heb vis om ze te voeren en de airconditioning beneden zorgt dat ze koel blijven totdat we terug zijn in hun koude klimaat. Ryder, ik ben blij dat je er bent. De geitjes zijn nergens te bekennen. Wij vinden ze en dat hek gaan we ook repareren. Toch, Rocky? Ja. Woe, woe. Schroevendraaier. Het hok is klaar voor de geitje. Kom mee. Hallo, burgemeester. Wat is er? De babygeitjes van Yumi knabbelen aan mijn strandhanddoek. We komen eraan. Pups, de geiten zijn op het strand en we moeten ze verzamelen. Doe ik. Kom dan, geitje, geitje. Ik heb ze op het vlot. Mooi. Maar waar gaat het vlot heen? Huh? De zee is naar het vlot gekomen. Maar dat komt nu niet zo goed uit. Burgemeester Goodway zei dat mijn geitjes hier zijn. Waar zijn ze? Ze zijn even gaan zeilen. Zuma, we hebben je hulp nodig. Ik duik erin. Gebeten, ze drijven uit elkaar. Wat moet ik doen? We moeten ervoor zorgen dat ze weer bij elkaar komen. Oh, reddende geit. Zoals mijn yogales. Red me, geitjes, red. Lekker bezig, geitjes. Ga zo door. Ik duw jullie naar het strand. Oh, mijn liefjes. Bedankt, Paw Patrol. Geen probleem. Als je yogageiten weer gaan rennen, blaf dan om hulp. De enige plek waar deze geitjes naartoe rennen is naar bed. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie zo snel zijn, pups. Chicoletta zit vast in Jake's antieke koekoeksklok. En die klok glijdt van de berg af, achtervolgd door sneeuwballen. Everest, jij rijdt de berg af en met je grijphaak pak je de klok. En Rocky. Jij moet Chicoletta uit de klok halen zonder dat je iets kapot maakt. Die klok is erg belangrijk voor Jake. Groen is gaan! Ryder, we hebben de klok nu in zicht en hij glijdt snel. Dat moet toch een verschrikkelijke rit zijn, zelfs voor zo'n stoere kip als mijn Chicoletta. En als die sneeuwballen nog een beetje sneller gaan, dan vernielen ze de klok. Niet als het aan ons ligt. Ryder, de wijzer staat bijna bovenaan. Dan gaat het deurtje open. Rocky, als die deur open gaat, pak jij Chicoletta met je grijper. Hak, hak, grijper! Wow. Aha, maar die sneeuwballen rollen nog steeds op de klok af. Niet als we de sneeuwballen met elkaar laten botsen. Everest, duw de linkerbal. Rocky, jij rechts. Ja, gelukt! En nu moeten we door de sneeuwbulten om de klok te redden. Ryder, op mijn snowboard ben ik een stuk sneller. Op het nippertje.
Everettje. Goed gedaan, Everest. Rocky, zet jij de wijzer terug op de klok met de pijl omhoog? Oké, die zit. Nu moet Chicoletta er nog uit. Het werd hoog tijd dat je naar buiten kwam, Chicoletta. Zeepatrol, klaar voor actie, kapitein Ryder, meneer? François en kapitein Turbo zitten diep in de problemen, diep onder water. Oh! Walvissen zijn meestal relaxed. Dit heb ik er nog nooit eentje zien doen. Ik ook niet, Zuma. Ik vraag me af waar hij last van heeft. Maar eerst moeten we de Turbos helpen. Dus voor deze missie wil ik... Zuma, vaar naar de walvis om hem af te leiden van de duikerklok. En Rubble, gebruik je takel om de duikerklok recht te zetten. Hoera, daar is hulp! En de walvis is er ook. Zuma, probeer de walvis af te leiden. Hey walvis, speel je tikkertje? Pak me dan als je kan. Oké, Rubble, nu ben jij aan zet. Oh, bedankt Rubble, we zijn er weer bij. En nu omhoog. Hey, waar is de walvis nou? Daar ben je. Wat ben je aan het doen? Ryder, er is iets mis met walvis. Hij krabt steeds aan zijn mond. Kijk of je dichterbij kunt komen. Ryder, nu zie ik het. Er zit iets vast tussen zijn tanden. Rocky, laten wij die grote tanden gaan poetsen. Oh, die arme gast heeft vast mega veel kiespijn. Deze walvis moet leren poetsen en flossen. Ik weet wat, Ryder. Het touw van je boei. Goed idee. Mondje open, maat. Het is gelukt. Goed werk, pups. En wanneer je mondproblemen hebt, blaf dan hem op. Klopt als een kies. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Wally is het land opgegaan en zet de stad nu op stelten. Waarom gaat Wally nou uit het water? Dat moeten wij uitzoeken, maar eerst moeten we hem vinden. Dus voor deze missie kies ik voor... Ska, ik wil dat jij met je helikopter op zoek gaat naar Wally... en hem in de gaten houdt tot we hem veilig naar de baai kunnen loodsen. We gaan de lucht in! Oké, Paw Patrol is niks te doel. Is Wally al gevonden? Nee. Je zou denken dat zo'n grote walrus makkelijk te vinden is. Ryder, ik heb Wally gevonden. Hij zit vast in een put op de hoofdstraat. We komen eraan. Wat zegt Wally precies, Marshall? Hij mist zijn beste vriendje enorm en wil niet terug naar de baai zonder kapitein Turbot. Dank je, Marshall. Sky, Marshall, Rocky, we gaan op zoek naar kapitein Turbot. Chase, jij blijft hier en zet het gebied rondom Wally af. Begrepen? Ruff! Pilommen! Ik heb hem gevonden, Ryder. Kapitein Turbot staat op een bergriggel. Goed bezig, Sky. Gebruik je harnas om hem van de riggel af te tillen en breng hem terug naar de stad. Oké. Ruff! Harnas! Hoi, Wally. Wurm je even vrij, dan gaan we samen naar de baai, vriendje. Het is gelukt. Lok Wally nu maar weer terug naar het water, Sky. Deze kant op, ouwe reus. Ryder, Paw Patrol, Wally en ik zijn jullie daverend dankbaar dat jullie ons hebben herenigd. Geen probleem, kapitein. Als je je walrus nog eens kwijt bent, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De Gromgromclub zit vast op Slingertop Mesa met de tourbus van de burgemeester. En dus zijn de burgemeester en de toeristen gestrand. Help! Dus voor deze missie selecteer ik... Wildcat. Fantastisch! Ik ben klaar voor een wilde rit. En Rubble. Rubble is aan de motorrol. Oké, Paw Patrol is niets te doel. Oh, Ryder, ik ben zo blij dat je er bent. We komen helpen, burgemeester. Rubble, maak de weg vast vrij. Komt goed, Ryder. Miauw, superspeed boosters. Miauw, bolwerper. Oeh, een loopkoord. Ik heb altijd al
over een koord willen lopen. Ik heb geen schijnheilige pups nodig die me redden en al helemaal geen kat. Hapcap, het is veiliger als... De Gromgromclub doet niet aan veilig. Wildcat, we moeten die bus onder controle krijgen. Rubble doet zijn best om de weg op tijd vrij te krijgen. Ontkom, holgeitklauwen! Weer een motor minder. Yeah! Hou je vast. Schiet op, Rubble. Ik ga iets anders proberen. Een schans. Rubble heeft een schans gemaakt. Wow! Woehoe! Ryder, Wildcat, Motopups, bedankt dat jullie ons gered hebben. Wanneer je bus wordt gekaapt door motorrijders, we laughen dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie zo snel zijn, pups. Er zit een dino vast in het moeras en wij moeten hem terug aan land brengen. Ik heb nog nooit zo'n vreemde dinosaurus gezien. Ik weet niet hoe die heet. Het is te ver weg om te zien, maar we weten het snel genoeg. Goed, voor deze missie wil ik... Zuma. Jij kunt met je amfibische dino-wagen door het moeras heen en de dino naar het vasteland brengen. Ik duik erin! En Rex. Omdat jij dinosaurus spreekt, moet jij erheen om de dino te kalmeren. We dino doen dit! Oké, Paw Patrol is niets te dol! Je bent net op tijd, Ryder. Die dino zit vast in het moeras. Rex, kun jij verstaan wat hij zegt? Sorry, Ryder. Ik weet het niet. Maar jij spreekt toch dino's? Dat klopt, maar die meneer spreekt... Kats. Kats? De katjes van burgemeester Handinger in dat dinosauruskostuum. Ik help je wel, Zuma. Spring er maar op, kittens. Jullie hoeven niet te springen, jongens. Ik pak jullie. Raf, Dino Klauw. Ga maar, Zuma. Hou je goed vast, jongens. We gaan golven maken. Burgemeester Handinger's katjes zijn veilig. Zeepatrol, klaar voor actie, kapitein Ryder, meneer. De gezonken sloep is gekaapt door Sid de Piraat. Wij gaan die sloep inhalen en terugbrengen naar zijn plek. Arr, waarom varen we zo langzaam? Wat is er aan de hand? Ryder, wij achtervolgen de sloep. Maar nu wordt de situatie wel erg vreemd. Ik geloof dat de sloep zichzelf terugsleept. Het lijkt wel alsof er een gigantische zeeslak in het oude gezonken schip zit. Ze gebruikt de sloep zoals een slak een huisje heeft. De sloep is haar huisje. Sid, dit is Ryder. Je moet die sloep teruggeven. Arr, deze piraat geeft nooit iets terug. Ik heb hem gevonden, hij is van mij. Oké, Rocky, we moeten de kabel doorsnijden. Maak de snijbrander klaar. Ik zal op je teken wachten. Chase, de zeeslak moet stil blijven zitten als we de kabel doorsnijden. Als het goed is, ligt er nog wat eendvissnoep in je boot. Oh ja, ik heb het! Oké, Rocky. Nu! De slak is gestopt. Nu! Chase, laat je haak zakken. Rocky, maak de haak vast aan de sloep. Haak bevestigd. Sleep hem maar terug, Chase. Wij laten wel zien waar de sloep lag. Wat zal ons slakje blij zijn? Precies hier. Ryder, nogmaals bedankt voor het redden van de duikplek en het huisje van de slak. Graag gedaan, slakje. En wanneer je ons nodig hebt, dan... Jelmhulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer.
Fijn dat jullie er zijn, Bubs. De taarten van meneer Porter vormen een wervelwind. Oh, oh. En deze tortaarto gooit taarten door de hele stad. Chase, jij zorgt met je megafoon dat mensen uit de buurt blijven van de tortaarto. En Rocky, alles dat stuk is gegaan, moet jij repareren. En Marshall, jij moet met je waterkanon alles schoon spuiten dat onder de taarten zit. Paw Patrol is niets te doen. Piepend schoon. Mooi hè, Kelly? Katie, je moet snel naar binnen. Oh nee, wat een bende. Ryder. De tortaarto heeft Katie's winkel overhoop gehaald en haar bord is kapot. We komen eraan. Marshall, breng Rocky op het dak. Louder. Grijper. Waterkanon. Oeps, sorry Rocky. Er zit toch geen taart op mij? Ryder, ik kan de tortaarto vanaf hier zien. Kom mee, Pup. Zolang er hete taarten in de tornado zitten, blijft hij doorrazen. Sky, Rubble, ik heb jullie nodig. We gaan de lucht in. Rubble is aan de rol. Sky, til Rubble op de kaak. Til nu boven de tortaarto en laat hem langzaam zakken. Zodra je binnen bent, kun je alle taarten eruit slaan. Shovel. Stukjes taart. Heel erg bedankt weer, Paw Patrol. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed om te horen, Pups. Eén van burgemeester Handlinger's katjes zit vast in een boom. Of ja, dat denk ik tenminste. Hoe dan ook, het is aan ons om het katje te redden. Dus voor deze missie wil ik... Marshall, jij kunt met je ladder bij het katje komen. Ik ben er helemaal woep woep klaar. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Schiet op, Paw Patrol. Mijn schoonheid zit nog steeds naar boven. Geen zorgen, burgemeester Handlinger. De pups en ik redden meteen uw... Hebben we het nu over uw snor? Ja, natuurlijk is het mijn snor. Wat had je dan gedacht? Oh. Geen zorgen, burgemeester. Ik weet wat. Wauw, Alex. Dit is nog beter dan de echte snor. Oh! Ik moet zelf mijn snor gaan redden. Deze keer zul je niet ontsnappen. Oh, deksels. Aan deze getekende snor kun je niet draaien. Burgemeester Handlinger, wacht! Ha, eindelijk. Niets houdt mij nog tegen om mijn schoonheid terug te zetten op... Deze kant. Gelukkig, je bent veilig. Ik wel, maar mijn mooie snor is daar binnen. We geven nog niet op, Rocky. Oké. Mijn mooie snor. Oh, ik heb je zo gemist. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Het lijkt erop dat Helga Handlinger's busje is verdwenen. Dus voor deze missie wil ik graag Spion Chase. Spion Chase zit er bovenop. En Sky. We gaan de lucht in. Oké. Paw Patrol is next to doll. Ryder, ik zie het busje. En je wil niet geloven wat ik nog meer zie. Een reusachtig gummibeeld in de vorm van burgemeester Handlinger. Huh? We komen eraan. Burgemeester Handlinger, kom naar beneden. Ik kan het haast niet geloven. Hamigami! Wow! Sky, ik wil dat jij de burgemeester van het standbeeld aftilt. Ruff! Harnas! Heel goed. En takelen maar. Het standbeeld gaat...
gaat botsen met die doelpalen. We moeten burgemeester Handinger eraf halen. Ik heb iets meegenomen van de uitkijk. Heb je hier misschien iets aan? Zuma's opblaasbare boot. Kom op. Oké, Marshall. Je zult straks perfect moeten mikken. En we hebben hulp nodig van de zeemeeuwenvrienden. Ryder, heel erg bedankt voor het redden van de hummy-gummy waar ik het meeste van hou. Graag gedaan, mevrouw Handinger. Als u nog eens een loslopende reuzengummy ziet, blaf dan om hulp. Echt een superlief idee van jou en Carlos om deze op te hangen, Tracker. Wij vonden ze ook leuk. Fantastisch. Huh? Maynard? Maynard! Oh, hoi mevrouw Marjorie. Hoe gaat het met de zipline-tocht? Kleine harige sprong op een tak en stuitte de burgemeester Goodbye en mij door de hele jungle. Geen zorgen mevrouw Marjorie, we komen eraan. Hoe goed dat kietelt. Die aapjes maken het mevrouw Marjorie erg moeilijk om vast te houden. Ik help wel. Marshall, dat was bijna een echte kieteldood. Ryder, mijn sonar pikt ritselgeluiden op vanuit de boomtoppen niet ver bij jou vandaan. Dat klinkt als een grote kat. Misschien is het een tijger of een panter. En een kipje? Dat moet chicaletten zijn, jongens. Oké, alle pups melden bij de Paw Patroller. Oké, mijn kippie-wippie. We gaan! Oh! Oh, nee! Help ons, Ryder! Leuk dat jullie aankomen waaien. The sun going down in the jungle. Jungle zonsondergang. Zo mooi dit! Fantastisch, gast! En bedankt, Paw Patrol. Jullie hebben ervoor gezorgd dat we dit nog kunnen zien. Graag gedaan. En als je weer vast komt te zitten in een boom, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Burgemeester Goodway zit vast in cement en er rolt een hamster rond genaamd Burgemeester Goodwhiskers. Een hamstermeester? We moeten de hamster en de mensenburgemeester redden voordat het te laat is. Dus voor deze missie wil ik... Rubble. Rubble is aan de rol. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Oh, Paw Patrol, gelukkig. Kunnen jullie me loskrijgen? Geen zorgen, burgemeester. Rubble lost dit wel op. Sloophamer. Dank je, Rubble. Maar wat doen we met... Oh, burgemeester Goodwhiskers. Chase en ik vinden haar wel. Weet u waar ze heen is gerold? Ze ging die kant op. Oh nee, ze rolt naar het water. Ik red haar. Huh? Ik zie haar niet. Kijk, een babywalvis. Burgemeester Goodwhiskers zit op de walvis. Zuma, kom snel met je sub voor een hamstermissie. Ik duik erin. Ik ben een Ryder, recht onder de walvisbuik. Mooi, wacht op mijn teken. Let op, Zuma. Nu. Oké, gast, het is kieteltijd. Pap, grijper. Kiele, kiele, kiele. Oh, daar komt ze. Vang haar, Rubble. Ik heb de... Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan, burgemeester. Wanneer je klas hier vermist wordt, belaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon.